De spanning om de goudader tussen de dorpen Tapuripa en Drepada in Brokopondo is neergelegd. Dit kwam in een gemeenschappelijke verklaring naar voren bij een kroetoet op Brokopondo Centrum. Beide dorpen gaan voortaan samen optrekken om te kunnen profiteren van de rijkdommen in hun gemeenschappen. Ik wil voor samenwerking doen met je. Na voor wie voor Tapuripa kijken naar Drepada moet tampo feti makandi voor fausa vinden die pc de vader hoe eigen pc voor sa woko makani anga usi even dat we teke even na wat mars kapen even na zo want daar ondernemer die bigi tanga mooi die aan het tanga mooi voor wange moet sa woko makandi voor se kajui ik heb fausa bij bika saide te weten dat je over main attend je bij woko chichi dat want daar zijn we woko chichi koon maar amen onosaf afing dat de man den die abi deskundige voor main Fusa Yepui, join you for the cake for one if Fusa Woko Mofre, fail a hate Nanga Omentas and the Decamp in the PC. That way, Beggy Galanti, Fustain we, na PC for Sunday. No, no, they'll take us out a petition, so give them some didn't call away if a minister for NH, minister for Aero, associate for Jena Condemasa, and Usabita Kiden to some of the other day, some of the Konawan. The Diala de Konawan, that one make it a Kenawan crook to Sanudu, Udwing, Fasama working, G Useka, Usefi, Nesafe Useka, Giden D, some of the Octo for the Tekewok of Fing, Fadio Kaseka, Yui, Fukabi, one Buntama. Zaak is compleet uit de hand gelopen. Naar analogie van wat er overal gebeurt. Als er ergens een lijn of wat indicatie is van goud, dan krijg je een enorme toestroom van mensen. Van heinde en verre komen ze. En met alle taferelen van dien. En ook bij de Drepada en Tapuripa hebben we gemerkt dat dat het geval was. We hebben ze aangehoord. Ze hebben dus aangegeven dat het inderdaad zo niet verder kan. En we hebben nu de basis om te werken aan de oplossing. Maar voor ons als overheid is het belangrijk dat we de drie basisingrediënten die we hebben, omdat dit niet nieuw is. En we hebben nu een beetje meer ervaring. We hebben een blauwdruk gemaakt van hoe zulke zaken aan te pakken. Dat heeft drie hele belangrijke kernpunten. Het eerste is dat de activiteiten volledig stopgezet worden. Tweede is dat wij de gemeenschap ordenen, de ondernemers identificeren, de mensen die aan goudwinning willen doen registreren en onder één paraplu zetten. De derde poot is dus dat wij proberen om een sterke partij binnen de goudindustrie te interesseren om het onder de grote paraplu van die sterke partij te kunnen uit te voeren. In dit geval hebben wij dus kijken wij naar Grasalco die ons kan helpen hiermee. We hebben gekregen bij I Am Gold was de partij bij Koffiekamp en hier is het Grasalco. Na deze gaan we een serie vergaderingen moeten beleggen om alvast de ondernemers, het traditioneel gezag, om die te organiseren. Om ze te begeleiden naar het model dat we kunnen noemen een blauwdruk die we hebben voor soortgelijke situaties. En het gaat afhangen van een aantal factoren, de snelheid waarmee we dat kunnen doen. Maar in elk geval komen we tot dat stukje beheersbaarheid van dat gebied. De verzekering dat broodwinning gegarandeerd is. Maar dat stukje ordening dat zo belangrijk is en veiligheid en rust. Dat is het een mooie in deze, dat de productie op gang gaat komen op een geordende wijze. Maar je moet gaan naar een nulpunt waarbij je die chaotische situatie helemaal stopzet. En van daaruit verder die ordening in fase op gang brengt. Wat ik eigenlijk zo goed vond van deze meeting is het respect dat is getoond vandaag naar elkaar toe als gemeenschap. Het vertrouwen dat nog steeds gesteld wordt in de centrale overheid. Dus dat wil zeggen dat we nog met elkaar kunnen werken en op die manier kunnen komen tot de samenwerking die we samen nodig hebben om Suriname op te bouwen. Bij de grens tussen de dorpen Tapuripa en Drepada ligt de goudmijn. Door deze goudader is de orde buitengewoon verstoord geweest, waardoor de regering moest ingrijpen. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.